In de gevangenis in Vught zijn vanmorgen vier jihadisten in hongerstaking gegaan omdat ze het regime te streng vinden. De vier zitten vast op de terrorismeafdeling van de EBI in Vught. Deze afdeling is in september heropend en is bedoeld om terreurverdachten en teruggekeerde Syriëgangers op te vangen. En op de redactie staat collega Rob van Kaathoven. Ja, Rob, wat vinden, de, wat vinden ze nou niet goed aan het regime? Die terrorismeafdeling is bedoeld om juist het ronselen binnen de gevangenis te voorkomen. Er zijn speciale maatregelen voor, alleen het is bij de verdachte niet helemaal duidelijk wat die maatregelen voor nut hebben. Nou, laten we even naar de advocaat van een van die verdachten luisteren uh, over wat die maatregelen dan precies inhouden. Waar ze bijvoorbeeld heel veel moeite mee hebben, dat is dat visiteren. Hè? Dat, uh, dat klinkt op zich nog redelijk onschuldig, maar dat betekent de hele tijd voorover bukken en uh, je billen spreiden. Elke keer als ze contact hebben gehad met iemand en er zit geen glas tussen, dan moet dat uh, gebeuren. Wanneer de mensen op bezoek komen, dan uh, mogen ze die alleen maar een hand geven. Ook een eigen vrouw We mogen niet kussen of een knuffel uh, geven. Ze zitten 22 uur per dag zitten ze achter, de, achter de cel. Ze mogen nauwelijks bellen, nauwelijks recreëren. Ja, Rob, kunnen de gevangenen wel iets bereiken met die uh, hongerstaking? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Aan de ene kant zijn er wel wat succesjes al. Hè? Het vrijdagmiddaggebed mogen ze samen doen. Ze mogen samen recreëren. Um, er is al eerder een dorststaking geweest. Dat is een stuk heftiger dan een hongerstaking. En ook toen is er een compromis gesloten. Aan de andere kant, de gevangenis is niet gemaakt om heel gezellig uh, en fijn te zijn. Justitie heeft wel vaker te maken ook met, met hongerstakers. Er zijn ook protocollen voor als het kritiek dreigt te worden. Dus uh, nou ja, het is denk ik vooral een zaak van wie de langste adem. Heeft en dat zal de toekomst uitwijzen. Rob Verkaat over, dankjewel.